Plant is de plek voor de makers van morgen. Het Leidse Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. Deze Plant Experiences gaan in op de ervaringen van 10 Leidse ondernemers. En geven jou de handvatten om je eigen bedrijf te starten. Mijn naam is Sjoerd Lauwaars, directeur innovatie bij Plant. Welkom, Wouter Bruins, co-founder van het bedrijf Innovo. Kun je kort vertellen wat Innovo doet? Ja, wij zijn een biotechbedrijf. We zijn een spin-off van de Universiteit Leiden. En wij werken in de kippenindustrie. En we ontwikkelen eigenlijk technologie om dierenwelzijn en efficiëntie allebei beter te maken. Dus we willen dat de kipper het beter heeft en de boer beter verdient. Nou, dat kun je op een aantal manieren doen. Het meest belangrijke wat we doen is eigenlijk een geslachtstest voor kippeneieren maken. Dus we hebben een machine, eind van het jaar is die klaar. Waarmee we het geslacht van kippen met grote snelheid kunnen laten zien. Nou, vraag je af waarom? Omdat we op dit moment heel veel haantjes doden. Die leggen geen eieren, die zijn nutteloos in eierproductie. Dus die worden op dit moment uitgebroed. Dan worden ze met de hand, wordt het geslacht bepaald. En dan wordt een mandje vergast. Dat willen wij voorkomen. Wie ben jij? Wie is Wouter? Ik ben bioloog. Dus dat is echt mijn achtergrond. Ik ben echt wel een bioloog. Ik ben voornamelijk bezig met Innovo. Ik heb een ander bedrijfje waar ik mee bezig ben. Deels wat andere posities. Ik doe wat dingen met subsidies, probeer ik mensen te helpen. Ik geef wat advies aan een aantal organisaties. Maar ik ben voornamelijk bezig met kippen. Heb je in Leiden gestudeerd? Heb je je daarin ontwikkeld als ondernemer? Nou, toen ik begon met studeren in Leiden, begon ik met psychologie. Dat was niks voor me. Toen ben ik economie gaan studeren. Dus ik heb een beetje met mijn ziel onder mijn armen gelopen. Toen heb ik een jaar gewerkt. En toen ben ik eigenlijk biologie gaan studeren. Waarom? Omdat ik dacht eigenlijk, daar kun je niks mee. Maar ik vind het wel superleuk. Dus dat was toen de gedachtegang. En dat was een schot in de roos. En ik ben eigenlijk celbioloog. Dus ik heb geen kippenbiologie gedaan of zo. Dus toen ik startte met biologie, met Innovo wist ik eigenlijk helemaal niks van kip. Maar ik ben biologie gaan studeren niet met het idee van, oh, ik ga een bedrijf starten of zo. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet toen ik startte. En waarom zou je iemand die je nu zit te kijken adviseren om die weg in te slaan of om in ieder geval te onderzoeken? Nou, het is heel mooi. En ik zeg mooi, het is soms ook leuk. Maar het is heel mooi om te doen, omdat je hebt echt een heel groot doel kun je pakken in je leven. Daar kun je vol voor gaan. En daar heb je hele duidelijke succesmomenten. En ik denk dat dat heel tof is. Ik zeg niet dat dat niet in een baan kan of op een andere plek kan. Maar bij mij past het heel erg dat ik denk, van, ik heb een doel, daar ga ik voor. Dat ga ik voor elkaar proberen te krijgen. Dat is ingewikkeld, complex, niet te complex, anders lukt het sowieso nooit. Maar het is wel ambitieus en daar kan je voor gaan. En dat geeft je veel voldoening, denk ik. En uiteindelijk eindig je dan bij de missie om de kippenindustrie te verduurzamen en efficiënter te maken. Ja. Waar begon dat? Op een gegeven moment in mijn bachelor, aan het einde van mijn bachelor, dacht ik, zag ik mensen om me heen die deden science-based business. En ik dacht, ik wil wel met biologie verder, maar ik wil eigenlijk niet het lab in en dan één eiwitje en veel pipetteren. Dat is prachtig, maar dat past gewoon niet bij mij. Ik ben veel te chaotisch, veel te veel met allerlei dingen bezig. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga een master doen en ik ga een science-based business doen. Dus een combinatie biologie en een beetje business. Dus vakken, bedrijfskunde-achtig. Maar het was echt niet zo dat ik toen dacht van, ik word ondernemer. Ik wist wel dat ik graag een probleem wilde oplossen. Dus als je een bedrijf start, dan kun je volgens mij, je kunt technologie pushen. Dus je kunt zeggen, ik heb een nieuwe technologie. Daar ga ik een markt voor zoeken. Of je kan zeggen, ik vind een probleem en dan zoek ik een technologie bij. Als je een techbedrijf hebt. Er zijn natuurlijk meerdere bedrijven, maar technologiebedrijf is dat. En ik had geen technologie. En ik dacht, ja, ik ga een probleem zoeken. Dat vind ik mooi. Kan ik daar mijn tanden in zetten? En wat ik ben gaan doen, ik ben met een aantal mensen gaan praten. Die heb ik gebeld. Zegt, ik ben biologiestudent. Dan ben je dus totaal niet bedreigend. Vinden mensen leuk als je belt. Biologiestudent, ik wil graag met je praten. Ik wil graag weten waar je tegenaan loopt, welke problemen je hebt. Dan ga ik daar een lijst van maken. En ik ga een van de problemen proberen op te lossen. En dat heb ik bij allerlei partijen gedaan, met allerlei personen. Dus doktoren en bij de bloemenhandel en van alles wat. Maar ook bij een kippenboer. En het interessante was dat die kippenboer had ten eerste heel veel problemen. Daar was hij heel open over. Hè, dus dat was één. Ten tweede had hij dus het probleem van die haantjes. Waarvan hij zei, als jij dit oplost, dan heb je echt iets supermoois te pakken. Dan ben je binnen en dan heb je het fantastisch gedaan, zeg maar. En zo ben ik bij de kippen terechtgekomen. Dus ik vond het probleem van de doden van haantjes. Die boer die zei, ja, hier wil ik vanaf. Dat is een heel groot probleem. Let op, groot probleem. Voor ons is dat een beetje het ding, zeg maar. Toen ben ik gaan denken van, ja, maar wat kan ik dat eigenlijk oplossen? Dus ballpark figure, kan ik een test bedenken die het geslacht van eieren bepaalt?
En zo ben ik daarmee gestart. Wil je ook starten met ondernemen? Ga dan naar plant.nl/ondernemen.